Hi, welkom bij een nieuwe aflevering van Rosso's Running Channel. Vandaag zijn we in de alleroudste stad van Nederland. Dit is Nijmegen. Wij gaan hier een mooie ronde doen vanaf het centrale station over de Waalbrug. En ik geloof dat er ook nog een beetje natuur bij is. Ik zou zeggen, loop maar mee en geniet ervan. Thank you.
Het is even, even zoeken naar die Walbrug. Vooral als je hier niet woont. Maar ik denk dat ik wel aardig in de buurt zit. We gaan eens even kijken. Ja, hier moet ik een bochtje om. Auto's stoppen netjes voor Jampie. Ach, wat lief toch allemaal weer. Hè? Ze zijn wel goed bezig. Ik zie daar een soort bruggetje, een dingetje. Ik zal eens even kijken. Ja, we kunnen daar ook met fietsje naartoe. Dus ik zeg altijd, overal waar we met de fiets komen, komen we ook rennend. Dus, conclusie. Ik ga zo even afslaan en we gaan die gekke brug over. Ik ben zeer, zeer benieuwd hoe dat er mag uitzien. Tot zo jongens, wij gaan weer even verder. Eén klein dingetje, wat een gigantische zooi aan stoplichten hebben ze hier. Dit is echt niet normaal meer. Maar ik zie dat wij alweer mogen. Hoppa, gaat ie weer.
Nou, dat was het eerste stukje brug. Pas leuk om te lopen. Ik ben er wel eens met de auto overheen geweest. Ja, loop ik natuurlijk nooit. We staan weer zoals gewoonlijk hier in het Nijmeegse dorp voor een stoplicht. Dus ja, het zal met de pezen wel niet zo hard gaan. Maar ja, er is niks aan te doen. Ik hoop dat we er straks wat minder tegenkomen. En ik hoop dat het ding ook eens een keer op groen springt. Dat zou mooi zijn. Want ik raak nu wel, zoals je ziet, een beetje lui. En als Jampie lui wordt, ja, dat is ook weer niet de bedoeling. Het kan me ook niks schelen, wat zal dat? Ik zal eens even kijken of het überhaupt gaat lukken. Want dan staat hier meer op rood dan er op groen staat. Nou, ik was net op tijd. Goddonde u. Het is toch allemaal wat. Ik zeg jongens, we wachten het trappetje nog even af. Deze. En dan gaan we weer een lekker stukje rennen op naar de volgende brug over de Waal. Want we wouden nog graag een rondje doen. Nou, ik zeg tot zo.
zie toevallig dat ze nog een brug hebben. Ja, als je één brug hebt gehad, dan wil je de tweede ook doen. En de derde het liefst ook. Dus wij waggelen even lekker naar beneden. En gaan eens even kijken of die andere brug ook kunnen traceren. Ik zeg tot zo. Thank you.
Dus hier kwamen de parachutetjes neer. Guards Armored Division, hier vond plaats op 20 september 1944 de heldhaftige oversteek. De Wall Crossing Bridgehead. Nou, even 5 seconden stilte. En nu gaan we die heldhaftige oversteek dan ook maar eens even doen. Want volgens mij is dit het bruggetje terug naar het station. Daar waar wij moeten zijn. Dus ik ga nog even een stukje trap rennen. Een stukje brug lopen. Ach, en daarna gaat het alleen maar naar beneden. Dus alleen maar makkelijker. Jongens, tot bij over de brug. We'll be right back.
Nou, we hebben de bruggetjes gered. Het is nou even weer tijd om het Centraal Station op te gaan zoeken. Maar dat lijkt me niet zo moeilijk. Ik zie er al staan een bordje Centrum. Ik denk dat we die maar moeten pakken. En dan vinden we vanzelf daarna een bordje CS. Nou, even illegaal de weg over. Of in Nijmegen is dat legaal, denk ik. Ik ben hier natuurlijk met de auto gekomen. En ja, iedere stoplicht wat op groen gaat, knalt je er weer een fietser voor. Ah, dat is wel heel erg sneu. Nou ja, het zal wel horen. Het zal wel klappen. Wij gaan deze run nog even afmaken. En we zien elkaar zometeen bij Centraal Station Nijmegen terug voor die o zo heerlijke afsluiting.
zijn in de stad terechtgekomen. Maar waar het station nou weer is, even spieken. Ach, daar zit ik. Ja. Oh, ik had eraf moeten staan. Nou, doen we dat. En dan is het volgens mij. Ja. Dan is het volgens mij alleen nog maar rechtdoor. En dan zijn we er alweer. Nou, ik zeg tot zo. Tot zo. Station daarheen. Nou, we zijn weer aangekomen op het station. Ik ga even richting het stuk waar ik gestart ben. En dan gaan wij even een lekker pilsje drinken. Ik zet hem op stop. Tien kilometer, allemaal over bruggen. Trappen op. Ik heb vier bruggetjes gedaan in Nijmegen. Volgens mij waren er ook vier. Ik vind het wel weer goed. Tot afsluiting, jongens, tot afsluiting. Dat was hem dan, Nijmegen. Ik geloof alle bruggetjes over geweest.
Het was pittig. Je ging steeds omhoog, omlaag, traptje op, traptje af. Maar het was wel heerlijk rennen. En een prachtig mooi uitzicht. Ik hoop dat jullie de volgende keer er weer zijn. Ik sluit hem nu af en ik zeg tot de volgende Rossos Running Channel. Tot ziens.